We gaan naar Ede, want daar staat verslaggever Niels Kater. Waar komt de onrust eigenlijk vandaan? Ja, volgens de vereniging van Marokkanen hier in Ede zou het te maken hebben met het theehuis hier achter me. Dat zit in een winkelcentrum wat gesloopt gaat worden. En ook burgemeester Van der Knaap denkt dat er een verband is tussen het theehuis wat verdwijnt en de onrusten van gisteravond. Het zou volgens de gemeente gaan om een groep van 50 à 60 Nederlandse Marokkanen tussen de 12 en de 22 jaar. En die zouden verantwoordelijk zijn voor de onrust hier in Ede. Oké, die zouden verantwoordelijk zijn. Maar gaan alle genomen maatregelen zorgen dat de rust wel weer terugkomt in de wijk? Ja, het hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt. Ik heb aan buurtbewoners gevraagd van wat vinden jullie van die maatregelen? Sommigen zeggen er moet veel meer politie komen, ze moeten er veel meer bovenop zitten. Maar er zijn ook buurtbewoners die zeggen van al die maatregelen, een samenscholingsverbod, extra camera's, extra politie, dat is alleen maar olie op het vuur, dat werkt escalerend. En die zeggen van we moeten gewoon met elkaar praten, daar komen we er wel uit. Aan de gemeente Ede de taak om dat de komende tijd op te gaan lossen. Goed, Niels, dankjewel.